de Juno. Hij oogt als een vliegende schotel, maar is iets totaal anders. Een voederschuiver. De machine veegt en duwt een paar keer per dag automatisch vers voer naar de koeien toe. Wilfried en Judith van Dijk Hermans uit Broekhuizenvorst beschikken als eerste melkveebedrijf uit Noord-Limburg over een Juno. Merkelijk is dat de koeien door de Juno zich vaker laten melken door de melkrobot. Dus we merkten gewoon sinds dat we de Juno hebben dat er meer activiteit bij de koeien is. De koeien gaan vaker naar het voerhek toe, daardoor vaker naar de robot en de melkproductie gaat omhoog. De voordelen van de automatisering is dat wij zelf flexibeler zijn en de koeien zijn flexibeler. Producent en leverancier van de Juno is de firma Lely Center. De franchise-onderneming van Geert en Marit Jansen uit Leunen ging onlangs aan de haal met de Venrijse Ondernemersprijs, ofwel de Loek Nelissen Prijs. Lely Center is een bedrijf dat zich sinds 2006 toespitst op de verkoop en het onderhoud van hoogwaardige producten die de melkveehouder het werk op de boerderij gemakkelijker maken. Zoals de melkrobot en de Juno. Wij verkopen niet alleen de melkrobot, maar wij verkopen meer de begeleiding daaromheen. De goede begeleiding met de aanschaf van de juiste machine. Dan de bouwbegeleiding, de begeleiding van het managementpakket, het computerprogramma wat de robot aanstuurt. En de begeleiding achteraf. Lely is een familiebedrijf van oudsher. De naam Lely hier hebben ze te danken aan de familie van der Lely. Wij kopen gewoon de machines in bij Lely en wij verkopen ze. Wij doen de begeleiding, wij doen ze laten plaatsen. En we doen ook de storingen en het onderhoud aan de machine. Wilfried en Judith van Dijk Hermans ervaren het gemak van de automatisering iedere dag. Maar hoe zit het met de opbrengsten? Hun 180 koeien produceren jaarlijks 1,7 miljoen pakken melk. Vorig jaar halveerde de melkprijs plotseling naar 20 cent per liter. Daar is inmiddels een dubbeltje bovenop gekomen. In het voorjaar is de melkprijs gezakt en tot echt een dieptepunt in de zomer. In het najaar vanaf september, oktober begon de melkprijs weer langzaam aan te trekken. Met een goede melkprijs in november en december. Waarna in januari dat de prijs toch weer iets gestabiliseerd is. En we hopen dat het dit jaar weer zo doorgaat. Dat de melkprijs op dit niveau blijft of liever nog iets hoger.